vraag of uw team zit op het Eiburg College. Gewoon echt wel super moeilijk om een betaalbaar goed huisje te vinden. Ik heb vriendinnen die al heel lang het huis uit willen en die al lang zijn begonnen met hun opleiding en die echt gewoon een beetje een zelfstandig leven hebben. En die wonen dan toch nog bij hun ouders omdat ze gewoon simpelweg geen huis kunnen vinden en dat gewoon niet kunnen betalen. Het gaat niet alleen over dat het moeilijk is voor jongeren om een woning te vinden in Amsterdam, maar het is ook, ja, eigenlijk voor heel veel mensen die naar Amsterdam willen verhuizen, is het heel moeilijk om zeker voor weinig geld ergens iets te kunnen kopen of huren. En waar wij voor pleiten is juist de markt zoals die nu is, waarbij ja, heel veel mensen blijven wonen op de plek waar ze zitten. Want er zijn ontzettend veel goedkope woningen, alleen wonen daar al mensen in. Dus op het moment dat al die mensen kunnen doorschuiven en allemaal in een, nou ja, een ander meer passend huis gaan wonen, dan kunnen die jongeren weer in de kleinere, goedkopere woningen gaan wonen. Veel jongeren die uit Amsterdam komen genoodzaakt zijn om thuis te blijven wonen. En voor jongeren die van buiten komen, als ze eenmaal een kamer hebben, dan zitten ze vaak vast aan campuscontracten. Dus zodra ze afgestudeerd zijn, dan trekken ze weer de stad uit. Dus dan hebben we geïnvesteerd in talent, maar dan zijn er niet voldoende sociale woningen of goedkope betaalbare woningen voor die jonge mensen om er te blijven wonen. Ja. Terwijl je juist zou willen dat het talent ook in de stad blijft wonen natuurlijk. Ja. Maar als iedereen dat wil, hè? Jullie zijn SP en D66, nou, daar zitten wat partijen tussen, die zullen daar misschien ook wel een idee over hebben. Maar moeten er toch gewoon wat goedkopere woningen gebouwd worden. Er staat heel veel leeg, er zijn heel veel kantoren leeg. Er is altijd discussie over, nou, moet je dat niet verbouwen? Waarom gebeurt het niet? Of alles, gebeurt het? Alles kost geld. Wat wij belangrijk vinden bij de SP is dat er geïnvesteerd wordt in jongere woningen. Dus niet zozeer studentenwoningen, maar ook voor andere jongeren die al in Amsterdam wonen of die een mbo-opleiding gaan doen of die misschien meteen gaan werken. Maar dat er voldoende woningen zijn voor alle jongeren. En dat kan bijvoorbeeld door kantoorgebouwen inderdaad om te bouwen, door kleine woningen te creëren die betaalbaar zijn voor die groep. Dat kan volgens mij ook door bij te bouwen, maar dat is niet iets wat je als gemeente natuurlijk gaat doen. Dan moeten er wel projectontwikkelaars die dat willen doen. En vervolgens moet er naar ons idee voldoende sociale woningen zijn, zodat op het moment dat die jongeren afgestuurd zijn of gaan werken en niet meer in een kleine woning willen wonen, tot er ook iets is om dat door te schuiven. Ja. En dat is denk ik wel een duidelijk verschil tussen ons. Wij willen wel dat er juist meer woningen komen voor de middeninkomens. Zodat je, als je kijkt naar de hele keten van de woningmarkt, om het zo maar te zeggen, dat mensen kunnen doorschuiven en dat de gezinnen in de stad kunnen blijven, omdat ze ergens iets groter kunnen gaan wonen, zodat ze een appartement achterlaten waar dan weer iemand anders in kan komen te wonen. Dus zo, de woningmarkt in Amsterdam moet gewoon flexibeler gemaakt worden. Dat is eigenlijk in het kort wat wij heel graag zouden willen. Ja, maar dan moeten er dus ook meer woningen bij, want al die mensen op die wachtlijst moeten dan ook ergens kunnen wonen. En mensen moeten ook door kunnen schuiven. Dus op allerlei plekken moeten er woningen bij. En kan het ook best zijn dat mensen bijvoorbeeld gecontroleerd worden of ze nog wel voldoen aan die eisen voor zo'n sociale huurwoning.